Hallo, we staan op dit moment op een hoogpunt tegenover de samenvloeiing van de rivier de Durance en de Rhône. Achter mij herkent u misschien Avignon dat aan de Rhône ligt. Op dit punt waar ik nu sta, heeft met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel eens een keer een Carthaagse ruiter gestaan die deel uitmaakte van het leger van Hannibal. Hannibal kwam uit Spanje, Hannibal wilde naar de Alpen en de kortste weg zou via de Durance zijn geweest. Was dat altijd Hannibals plan? Dat weten we niet. Daarvoor moeten we weten waar hij de rivier de Rhône overstak. Dat kan overal zijn geweest. Stak hij ten noorden van de Durance over, dan heeft hij altijd een omweg willen maken langs een noordelijke route. Kwam het ten zuiden de oversteek, dan kon hij langs de Durance. We weten niet waar hij is overgestoken. Dat is een van de vele, vele onzekerheden waar we mee te maken hebben. Maar één ding weten we wel. Zo'n leger was zeker 30 kilometer breed. Daar hadden verkenners aan alle zijden. Er werd fourage bezocht. En er moeten gewoon verkenners bij dit punt zijn geweest die in de gaten hielden. Is het leger, waar het zich ook bevindt, is het veilig? Hannibal besloot vanaf het punt waar hij de Rhône overstak naar het noorden te trekken. Omdat hij op een Romeins leger stuitte en daarna trok hij naar het noorden. Waar de oversteek was, waar hij besloot naar de Alpen te trekken, we weten het allemaal niet. Over deze onzekerheden gaat mijn boek. Ik heet Jona Lendering. Het boek heet Hannibal in de Alpen.